Op woensdag 19 maart 2014 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In Hardenberg werden de stemmen centraal geteld. Onder toeziend oog van burgemeester Peter Snijders werden de eerste stembiljetten uit de stembus gehaald. De gemeente Hardenberg deed er samen met nog drie andere steden mee aan een pilot om te zien of het centraal tellen van de stemmen efficiënter zou zijn. Hallo, burgemeester van Hardenberg, Peter Snijders, hallo. Hallo, goedenavond. De final countdown vandaag, de laatste stembiljetten zitten in de bus. Wat verwacht u ervan? Nou, ik verwacht een opkomst in Hardenberg die toch zeker wel boven die 50% uitkomt. Anders vind ik dat we het niet goed hebben gedaan met elkaar. Maar belangrijk is, het was een mooie dag. Ik heb toch op de stembureaus, er was een goede stemming. Er zijn geen onregelmatigheden geweest in de gemeente. En dat is sowieso al goed. En nu is het werk begonnen, het tellen van de stemmen. Ja. Dus als u zegt 50% minimaal, dan zitten we wat dat betreft boven de landelijk gemiddelde. Ja, ik verwacht, en dat is ook wel een beetje de trend wat ik heb begrepen van Hardenberg altijd. Maar ik geloof ook dat het nu wel gaat uitkomen. Dat we in ieder geval boven dat landelijke gemiddelde zitten. En vandaag een nieuw project. De stemmen worden anders geteld. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, het centraal stemmen, de pilot, waar wij samen met vier andere gemeenten in Nederland aan meedoen. De stembureaus zijn nu gesloten om 9 uur vanavond. De mensen hier gaan nu stemmen tellen, maar op lijstniveau. Dat wil dus zeggen, we hebben 8 politieke partijen die meegedaan hebben. En er worden hier dus 8 stapels nu gemaakt. De uitkomst daarvan, de uitslag daarvan, die wordt doorgebeld. Het wordt gebundeld, het gaat weer terug in de bus, op slot gedaan, dan gaat het met de gemeenteauto hier naartoe. En dan begint het zogezegde centrale stemmen, want dan gaat een nieuwe ploeg mensen, dat zijn er zo'n 60, die gaan per stembureau de lijsten ook op voorkeurstemmen uitsorteren en gaan dan kijken van hoe zit het nu met de voorkeurstemmen. En die uitslag wordt dan uiteindelijk bekendgemaakt. Een eerste peiling, een eerste overzicht van hoe staat het ervoor? Hoe laat kunnen we dat verwachten? Ik hoop zo rond 10:30 de eerste resultaten te kunnen meedelen. Ik weet niet of we dan alle 40 stembureaus al hebben, want dat is natuurlijk een enorme hoeveelheid. Maar zo rond 10:30, 11 uur, dan verwacht ik toch dat we een voorlopige uitslag hebben op politiek partijniveau. Ja. En als het dan echt op raadsleden geteld gaat worden, hoe laat is daar een uitslag van? Nou, dat wordt nachtwerk. Daar hou ik even een slag om daar. Het is tenslotte een pilot. We doen het voor de eerste keer. Er komen natuurlijk wel nieuwe mensen, dus ik verwacht toch dat dat sneller zal gaan. Dat zou ook de meerwaarde van de proef zijn, maar dat moet nog blijken. Andere keren werd het sowieso 3 uur of zelfs de volgende dag. Ik ga ervan uit dat we vannacht ook de definitieve uitslag wel hebben. Zeggen wel bij, de echte uitslag, de definitieve uitslag, die wordt pas vrijdagochtend bekendgemaakt. Maar morgen vroeg, als mensen wakker worden, dan weten we hoe het ervoor staat. Bent u erbij tot middernacht vannacht? Ja, daar ga ik wel vanuit. Ja. Dus iedereen, ook ik, heb er alle belang bij dat we goed, zorgvuldig en ook een beetje snel gaan tellen. In de afgesloten raadzaal werden de stembiljetten die vanuit de verschillende stembureaus werden binnengebracht op partij geteld. De eerste uitslagen zijn binnen, 2 stemlokalen. Wat is uw eerste reactie? Ja, in deze gebieden moeten wij het ook doen. Dit zijn de buitengebieden en daar hebben we het gewoon ook goed gedaan. Maar ja, dat is 1,5% van de stemmen en dan stijgen we naar 39% of zo. Maar dat zal straks nog wel anders gaan. Dus hier ben ik heel tevreden over, maar het wordt nog wel anders. Dit is nog maar zo'n klein deeltje. Dus... En wat verwacht u precies? Of... Wat ik verwacht? Ja. Ik verwacht, de verkiezingen zijn afgelopen. Ik verwacht dat wij op 9 zetels komen. Van 11 naar 9. En wij gaan wat verliezen in het midden aan D66. Wij verliezen wat aan de ChristenUnie. De acties van Arie Slob heeft hier nogal wat betekend. Vooral Balkbrug straks. Kleine scholen, dat schrijft de ChristenUnie op zijn konto. Nou, daar gaan we dan verliezen. Dus ik denk dat wij op 9 komen en de ChristenUnie... Ja, of wij komen op 8 en de ChristenUnie op 8. Maar ik denk dat wij 9 halen en de ChristenUnie gaat vlak achter ons zitten. Zou je daar tevreden mee zijn? Ik ben er niet tevreden mee. Maar als je ziet, wij hebben al jaren hebben het constant gehouden. En je ziet ook dat overal in het verleden klappen zijn uitgedeeld, echte forse klappen. En als we het tot 2 beperkt kunnen houden, ben ik niet tevreden. Maar het had erger gekund, bij wijze van spreken. Meneer Rodemond,
Hallo. In ieder geval vind ik het heel erg leuk dat mijn eigen dorp als eerste stemlokaal binnenkomt, Schuinersloot. Daarbij voldoet het een beetje aan onze verwachtingen dat D66 weer terug is in Hardenberg. Daar ben ik heel erg blij om. Meneer Jansen van de ChristenUnie, wat zegt deze eerste uitslag u? Deze zegt me nog niet zoveel. Het is een heel klein deel van de verkiezingen. En het zijn wat atypische stembureaus die niet altijd het gemiddelde van de gemeente weergeven. Dus we zullen echt even een paar meer stembureaus moeten hebben voor we hier een goed gemiddelde uit kunnen halen. Naast mij staat Arjan Roelofs van het CDA. Ja. Dat klopt. Helemaal waar. Okay. Plaats? 9. Heb je net naar de uitslagen gekeken? Absoluut. En wat vond je ervan? Nou, dat ziet er goed uit. Volgens mij blijven we redelijk stabiel. Dus ik hoop op een zetel of 11. En samen met de ChristenUnie denk dat er een goede coalitie in zit zoals het er nu uitziet. Dus ik ben enthousiast. Had je dit ook verwacht? Gehoopt. Verwachten kun je zoiets niet. Je hebt veel factoren waar het van afhankelijk is. Maar we hebben heel erg ons best gedaan. We zijn met een grote groep mensen heel druk geweest om een campagne te voeren. En blijkbaar heeft dat resultaat gehad. En op welk? Het CDA verliest hier 229, bijna 100 stemmen op 9 na. De ChristenUnie haalt die stemmen hier wel binnen. Totaal 360. De Partij van de Arbeid na 66 zakt. De VVD blijft nagenoeg gelijk. Op koerspunt nu wint. Gaan na 85 stemmen. GroenLinks gelijk. Liberaal Hardenberg. En D66 59 stemmen. Toch maar even bij. En daarna wordt nu geteld aan de voorkeurskandidaten. Dus ik zal nu de einduitslag bekendmaken voor de gemeente Hardenberg. Hoe gaat de gemeenteraad vanaf volgende week uitzien? De grootste partij voor de gemeenteraad in de gemeente Hardenberg blijft het CDA. Met 9 zetels. 9 zetels. En dat waren er 11. Dat waren er 11. Dat zijn 9 geworden. De tweede partij, dat zal u misschien niet verbazen als u alle stembureaus heeft bekeken. Dat is geworden, dat is geworden de ChristenUnie. Met 7 zetels. 7 zetels. Zij zaten heel dicht bij 8 zetels. Absolute stemmen, heel veel. Maar in de restverdeling is die naar andere partijen gevallen. Nou, hier zien we ze. Ik word ingehaald door de computer. De PvdA heeft 4 zetels. Heeft een restzetel ontvangen door de lijstverbinding met GroenLinks. Op koerspunt nu 3 zetels. 1 zetel winst. En de VVD blijft op 3 zetels staan. En dan hebben we een nieuwkomer. Een nieuwe partij die gaat deelnemen in de nieuwe raadsperiode. En daarmee wil ik ze van harte feliciteren. D66. 2 zetels binnengekomen. Maar ook Liberaal Hardenberg heeft 1 zetel erbij ontvangen als gevolg van het aantal stemmen. En daar is ook een restzetel naartoe gegaan. Ook gefeliciteerd. En tenslotte GroenLinks, Kees Lingeland, still going strong met 1 zetel. Van harte gefeliciteerd ook, Kees. Dit is dus de einduitslag voor de gemeente Hardenberg. Nogmaals, definitief, maar wel even toch voorlopig. We hebben al een dubbelcheck gedaan, dus ik verwacht dat er geen wijziging meer in komt. We gaan nu door met het stemmen op de kandidaten. Nou, daar zijn we nog wel even mee bezig. En dan wil ik ook heel graag een korte reactie, en ik doe dat maar zo neutraal mogelijk. Op grote ga ik het rijtje even af. Douwe, van harte gefeliciteerd. 9-7-2 minder, maar nog steeds de grootste partij. Korte reactie. Nou, dat we de grootste partij zijn, dat verheugt ons. We hadden toch zelf wel het idee dat de ChristenUnie heel dichtbij zou komen. En volgens mij zaten ze ook wel redelijk dicht bij ons. Verliezen doet altijd zeer. Onze analyse zat ook zo'n beetje op 9-7. Maar goed, je hoopt toch dat je die tiende pakt. Maar ik wil allereerst beginnen met de partijen die gewonnen hebben te feliciteren. Ja, heel goed, D66 van niks op 2. En ik zeg ook maar meteen dat ik bijzonder blij ben met de 4e zetel voor de Partij van de Arbeid. Dankjewel.
dat de reactie van de CDA. Jan is ook gefeliciteerd met deze stand. Korte reactie. Ja, van net een restzetel 7 naar een dikke zetel 7. Even gedacht, misschien wordt die 8, maar heel blij met 7 dikke zetels. Heel blij met de stabiliteit. En blij dat we brede steun hebben gekregen voor denk ik een samenbindende rol. En die samenbindende rol willen we graag de komende 4 jaar weer vervullen. Dankjewel. Gaan we naar de Partij van de Arbeid. René, korte reactie van jou. Nou, ik, begin vanavond zag het er dan minder goed uit, voelde ik. En hadden wel gerekend natuurlijk op het feit dat we last hebben van Haagse tegenwind, zeg ik dan maar. We hebben dus wel een zetel ingeleverd. Maar uiteindelijk zeg ik van we hebben voldoende kracht en inhoud om ook de volgende periode op dezelfde manier vol stoom door te gaan. We hebben er echt zin in. Ik wil feliciteren in ieder geval de winnaars van vanavond, wat mag ook gezegd zijn. Dus op koers D66 en Libera. Dankjewel. Dan kom ik terecht bij opkoers.nu. Ik ga het rijtje maar gewoon even af. Hans Potter. Hans, gefeliciteerd. Dankjewel. Opkoers, ongelooflijk blij met zetelwinst. Eens volle zetelwinst. Er staat een aantal piekmomenten in. In een aantal plaatsen zijn we echt fors gestegen. Een aantal andere plaatsen ook iets gezakt. Dat gebied ook de eerlijkheid te zeggen. Volledig te wijten aan het team van Opkoers. Bestuur, fractie en steunfractie. Ze hebben zich geweldig ingezet en ook op de achtergrond waren een aantal mensen aanwezig die ons geweldig geholpen hebben. Hulde en lof voor het hele team. Dankjewel. Kom ik bij de VVD. We gaan een nieuwe lijsttrekker. Bert, kort weer. Ja, wij zijn heel erg tevreden, want tegen de landelijke tendens in vind ik het erg goed dat we op het gelijke aantal zetels zijn gebleven. Een nieuwe lijst, nieuwe mensen en over 4 jaar staan we hier weer. Oké, okay. Nou, dat biedt perspectief. Ik ben gefeliciteerd. D66. Ja, Jacco Rodemond, nieuw lijsttrekker, woonachtig in deze gemeente. Van harte gefeliciteerd. Jullie zijn echt nieuw binnengekomen hier met toch een mooie start van 2 zetels. Korte reactie. We zijn ongelooflijk blij dat we binnen 2 jaar het voor elkaar hebben gekregen om D66 in Hardenberg weer terug te krijgen op de lokale politiek. Ik hoop dat we daarmee ook wat recht doen aan de Hardenbergers die denken van nou, ik voel me niet goed vertegenwoordigd. En ik denk dat we dat nu weer kunnen gaan doen. Oké, okay, dankjewel. Kom ik bij Liberaal Hardenberg, Peter aan de Aanslag. Stevige campagne gevoerd ook, Peter, aan de afgelopen periode. En dat heeft zich vertaald in extra zetel. Gefeliciteerd. Ik ben er wat slecht bij stemmen. Wij zijn heel blij met die 100% aanwas van stemmen. Dat betekent dat we 2 zetels hebben. Het zag er vanavond even niet uit dat dat zou gebeuren. Dus we zijn er heel blij mee. We gaan gewoon door op wat wij altijd al doen. En dat is tussen de mensen, met de mensen meedenken wat ze willen en naar ze luisteren. Dus we zijn er heel blij mee. En alle andere fracties toch gefeliciteerd. En we gaan gewoon door. Oké, dankjewel. En campagne voeren, dat verse bol, dat hoort u. Tot slot, Kees GroenLinks, gecontinueerd met 1 zetel. Ja, we hadden de hoop natuurlijk wel op 2. Allereerst degene die gewonnen hebben, dus D66 en Liberaal Hardenberg en Opkoers.nu. Hartstikke chapeau, gefeliciteerd daarmee. En wij hebben ook keihard campagne gevoerd, ons best gedaan om die 2e zetel terug te winnen die we vorige keer hadden. Dat is helaas niet gelukt, daar zijn we een beetje triest om. Maar voor de rest gaan we gewoon weer keihard tegenaan met Christenmoed. En volgens mij kunnen we nog steeds als eenpersoonsfractie ook wat doen. En dat blijft gewoon doen. Oké, dankjewel. Naast mij staat mevrouw Anne van den Hoek van GroenLinks. Goedenavond. Goedenavond. Wat een verrassende uitslag, of niet? Ja, wat vindt u ervan? Nou, het volgt enorm de landelijke trend die is gezet. En dat de Partij van de Arbeid gewoon 50% bijna achteruit lijkt te gaan is natuurlijk een enorme schok. Want dat had ik ook niet verwacht. En de landelijke peilingen zeiden dat natuurlijk de linkse flank zou flink inleveren. Nou, dat hebben wij hier ook gedaan. Maar goed, D66 heeft een prachtige campagne gevoerd en ontzettend wel verdiend. En ook dat Opkoers zo stijgt, was ook in de verwachting. Dus uiteindelijk moet het niet heel verrassend zijn, denk ik. Nee. Mevrouw Van den Hoek, had u dit verwacht? Ja, een bepaalde manier wel. Want de nieuwe huidige tijd vraagt toch een bepaalde vorm van verbaal geweld, zeg maar. En dat hebben we in de debatten mogen meemaken. En onze lijsttrekker is gewoon een hele sympathieke man die staat voor zijn idealen. En die eigenlijk dwars is van agressief verbaal
kracht meten, zeg maar. Waar ik wel bij moet zeggen dat D66 de grote winnaar van vanavond dat uitstekend correct en netjes heeft gedaan. Maar ChristenUnie groeit ook enorm. Ja, maar die heeft natuurlijk landelijk bewezen dat lokale en landelijke politiek prima aan elkaar gekoppeld kan worden. En je ziet wel dat CDA natuurlijk ook verliest. En dat zegt natuurlijk ook iets. En natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar wij zijn een hele kleine partij en we hopen op die ene zetel te kunnen behouden. Ja, en dat wisten we eigenlijk al wel een beetje. En bent u blij dat de campagne is afgelopen? We gaan even een stukje deze kant op, want ze lopen er allemaal tussendoor. Bent u blij dat de campagne is afgelopen? Nou, eerlijk zeggen, ja, eigenlijk wel. En tegelijkertijd had ik meer willen doen. Maar wij zijn een hele kleine partij en dat betekent dat je met de menskracht op een andere manier moet inzetten. En wij hebben dat met name met social media moeten doen. Ja. Meneer Bakker, nummer 2 van de VVD. Nummer 2 van de VVD, klopt. Dat klopt. Ja. Wat vindt u van de uitslagen tot op dit moment? Nou, op dit moment, als ik naar onze zetels kijk, de verwachting is dat we 3 zetels krijgen, 2 of 3. Dus dat wordt spannend. Maar goed, D66 is natuurlijk ook wat een liberale partij die in onze vijver heeft zitten vissen. Dus het Arie Slob-effect in Balkenbrug, dan hebben we het zo slecht nog niet gedaan. Dus wij zijn eigenlijk wel positief. En wat bedoelt u precies met het Arie Slob-effect? Nou, die is natuurlijk heel erg hard gemaakt landelijk voor de Veldzichtkliniek. En ja, daardoor is in Balkenbrug, wat traditioneel VVD is, hebben we daar minder stemmen gehaald. En dat is gewoon jammer. Wat is de verwachting wat dat betreft voor vanavond? Ja, dat kan ik heel moeilijk zeggen. Dus ik ben heel benieuwd wat er nu aan de uitslag komt. En ik hoop absoluut dat we 3 zetels houden, want dan gaan we samen D66 denk ik wel het verschil maken in de raad. En zit u dan ook in de raad? Dat hangt natuurlijk van de voorkeurstem af, dus daar wacht ik dan even rustig op. En hoe laat komt die uitslag ongeveer? Ja, ik heb begrepen rond 1:30. Die op koerspunt nu, hoe is het gegaan? We zijn ongelooflijk blij met het behalen van de 3e zetel. We hadden het gevoel de laatste week al dat we er een beetje tegenaan hingen, tegen winst. Geluiden waren positief vanuit de markt. We zijn bevestigd in die gedachten en ja, de blijdschap overheerst op dit moment. Heeft een goede campagne gevoerd? Ja, ik veronderstel van wel. We hebben een heel langdurige themacampagne, al vanaf oktober vorig jaar hebben we gevoerd. Geen schreeuwadvertentie, gewoon heel rustig ingezet op mooie thema's, mooie nuanceringen kunnen aanbrengen. En we hebben gezien dat de kiezer dat op een goede en op een juiste manier heeft gewaardeerd. En ja, daar zijn we ongelooflijk blij mee. Ik wens u heel veel succes de komende 4 jaar. Dankjewel. Jacco Rodemond, D66, de grote winnaar van vanavond. Daar lijkt het wel op, hè? Ja. En was dit verwacht? Dit was wel verwacht. We zagen de landelijke tendens en daar liften we wel wat op mee. Daarnaast hebben we ons enorm zichtbaar weten te maken via social media, nieuwsmedia. We hebben ons in de wijken en de winkelkernen laten zien, dus ja. Hartstikke goed. Veel succes de komende 4 jaar. De voorlopige verkiezingsuitslag van de gemeente Hardenberg is nu bekend. Pas de volgende dag zal blijken wat de uiteindelijke verkiezingsuitslag zal zijn.